Hallootjes, leuk dat je kijkt naar Uit de Kleren. Deze aflevering gaat... met Boriel. Uit de Kleren. Uit de Kleren komen bijzondere verhalen en ik ga iedere aflevering bij een ander inspirerend mens langs. En deze aflevering duik ik dus in de kast van Ayoub. Ik heb mijn eigen kledingrek meegenomen. Daaraan hangen allerlei vragenkaartjes die ons zo meteen door jouw kast leiden. Maar eerst Ayoub, waar kunnen we jou van kennen? Wie ben je? Ik ben boer Ayoub, de eerste Marokkaanse boer in Nederland die gediplomeerd is. Ik heb een televisieserie gehad bij de KRO en CV. Ik heb een mooi Instagram-account, ik heb een mooi TikTok-account, ik heb een mooi Snapchat-account. Dus check het even. En voor de rest, mensen kunnen me kennen van de Linda misschien. Ik heb ook een boek geschreven. En hoe heet je boek? Een stadsjongen met de boerendroom. Oh ja. Ayoub heet het boek eigenlijk. Nou, Ayoub. Ja, Ayoub. Het boek heet Ayoub. Stadsjongen met de boerendroom, ja. Nou, leuk. Ja, en je kledingkast, welke 5 woorden vind jij nou bij jouw stijl, jouw kledingkast passen? 5 woorden. Weet je wat het is? Ik heb niet echt een stijl. Dus geen stijl? Geen stijl. Eigenlijk? Geen stijl, rommelig. Oké. Okay. Meestal, ik pak maar wat. Ja. En ik heb bijvoorbeeld vandaag, dan heb ik gewoon geluk. Het is gewoon zwart, zwart. Ja. Maar meestal, ik pak altijd gewoon wat. Goed, zwart. Ja. Misschien af en toe is het old school, af en toe is het echt hip-hop. Ja. Oh. Vaak is het of wit of zwart. Oké. Okay. Zwart-wit. Nou, dat gaan we zo dus allemaal bekijken. Maar eerst, Ayoub, heb ik nog even wat snelle fashion-dilemma's voor jou. Zo snel mogelijk beantwoorden. Laarzen of klompen? Laarzen. Oh. Nooit meer een overal of nooit meer gewone outfits? Nooit meer gewone outfits. Oh, leuk. Ja. Designer of merkloos? Merkloos. Strik of stropdas? Stropdas. Ik heb wel een strik daar hangen. Ja. Kan je zien, die blauwe? Ja, ja, een hele grote. Ik heb nog nooit omgehad. Oh. Oh, ik weet niet hoe. Oh. Ik heb op YouTube zo vaak gekeken, ik krijg hem niet, de stropdas. Leren jas of spijkerjas? Wow, dat is mooi. Dan ga ik toch voor de spijkerjas. Oké. Ja. En sneakers of laarzen? Weer die laarzen. Laarzen. Weer laarzen, ja. En hoed of pet? Wat voor hoed? Nou, een beetje zo'n cowboy hoed. Ja. Een cowboy hoed dan. En nooit meer kleur of nooit meer zwart? Nooit meer zwart. Echt? No. Oh, terwijl je zwart nu. Ja, maar ik hou ook wel van kleur. Ik heb wel, leuk, zeg maar, overal in verschillende kleuren. Oké. Dat vind ik wel leuk. Nou, goed. Dan is het nu de hoogste tijd om het eerste kaartje van het rek te pakken. Daarnaast jou. Moet ik dat doen? Dat mag jij doen. Je mag ze allemaal langs. Die roze is iets anders dan een vraag. Okay. Dan komen de kijkers in actie. Laat Denise een random item uit je kast pakken en vertel erover. Nou... mag dat doe zijn je ding, ja? Doe je ding, ja. Oh, ja, je mag... Daar is een kast, op de gang is een kast, of een rek. Oké. Doe je ding. Nou, Ayoub, ik moet zeggen, toen ik jouw kledingkamer, noem ik het maar even, binnenkwam, viel me wel gelijk deze geweldige blouse op. Ja. Want ik vind die kraag heel mooi. Die is 1 keer gedragen. Echt? Ja. En waarom? Het is nu koud. Oh ja, en je had hem dus nieuw voor de zomer. Ik had hem net na de zomer gehaald. Ja. En is er nog een verhaal bij of heb ik nou net iets gepakt? Nou, deze komt van een jongen, Ali, ja? Van Vibes Fashion. Ja. En ik was een outfit aan het uitzoeken met groen. Oh ja. En toen op een gegeven moment wou ik een zakelijke outfit in het groen. En toen had hij die voor me gepakt. En toen ging ik met deze naar Frans Klein toe. En, leuk. Dus ik heb met deze, zeg maar, mijn serie binnengehaald. Kijk, dus het is toch een heel goed item. Het is een heel goed item, ja. Wat leuk. Ja, dank je. Deze heb ik niet gezien. Wat is je laatste nieuwe aankoop? Zo, dan moet ik wel even heel goed nadenken. Jeetje. Of gekregen misschien? Sneakers. Ja? In Japan. Oh.
Nou, eens even pakken. Ja, natuurlijk. Deze. Hé, hey, had je die nou ook aan net toen ik hier aankwam? Ja, dat klopt. Leuk. Ja, deze heb ik in Japan gekocht. Heel mooi. Ook voor geen geld. Ja, ze zijn een beetje vies geworden. En hoe bedoel je? Waren ze daar dan goedkoper? Ze waren daar echt goedkoper. Ik heb misschien 60 euro of zo betaald. Zo. Ja. Leuk. Een beetje anders. Ik hou van Air Max. Ik ben echt van de Air Max. Maar dit was zo'n heel aparte Air Max. Wat leuk. Daarom heb ik hem gehaald. Ja, ik hou van. En wist je van tevoren, ik wil dat model? Of je zag ze gewoon en toen dacht je... Nee, ik zag ze toen maar ook, heb ik ze gewoon meegenomen. Leuk. Ja, dat gebeurt er meestal. Ik ga gewoon een winkel binnen. Als ik zie iets wat ik leuk vind, neem ik het gewoon mee. Maar het is wel zo... Niet iedereen moet het hebben. Ja, een uniek... Als veel mensen het kopen, ja, dan hoef ik het niet. Nee. En dit is in mijn cowboy. Hey, die willen we ook wel even zien. Wil je hem? Oh, je haar zit natuurlijk. Ja, nee, dat kan. Het kan. Tuurlijk. Leuk. Daarom, kijk, cowboy hoed heb altijd... Hij is diep. Ja. Dus ook al zet ik hem erop. Je haar zit altijd goed. Mijn haar zit altijd goed. Oh. Dat is de life of the cowboy. Kijk. aan welk kledingstuk heb je een ontroerende of dierbare herinnering? Oh, hey. Eigenlijk kan ik deze twee in één keer beantwoorden. Wat is je lievelingskledingstuk? Ja. En dus die dierbare herinnering. Oh, nou. Oké. Ga je gang. Mijn moeder probeert al jaren dat shirt weg te gooien. Ik heb een... dit is mijn kledingkast. Ja. Dit is zwarte shirts, witte shirts. Gewoon voor het dagelijks leven. Dit is een beetje dat zakelijke gedoe. Met mijn pantalons en zo. En dan heb je... Deze afdeling, dit is wat ik meestal draag op de boerderij. Oh. En dan heb ik dit kledingstuk. Ja. Je kan al zien, hij is helemaal kapot. Ja. Maar ik draag hem nog steeds op de boerderij. Ik had deze gekregen van mijn neef. Die is 10 jaar ouder dan ik. En ik heb hem 10 jaar geleden gekregen. Ja. En de eerste keer dat ik dus een kalfgeboorte meemaakte was... In dit shirt. Wat leuk. En dus ik trekken en doen en een paar scheuren kwamen daardoor. Maar dit is dus mijn dierbare, deze brengt me geluk. Wat leuk zeg. Omdat het kalfje geboren was en zo. Ja. Gezond. Leuk zeg. Zo'n stretch, je kan er echt goed in zweten zeg maar. Ja, deze. Een mooi verhaal. En stel je nou voor, want je wil natuurlijk niet dat hij helemaal vergaat ooit. Lijst je hem dan in? Of? Ik weet niet of ik zo ver ga. Ik denk misschien als ik ooit getrouwd ben of zo. Of als ik een vriendinnetje heb. Of als ik een kind heb. Ja. Dan bewaar ik hem nog steeds. Fuck. Als ik een nieuwe krijg die hierop lijkt, dan doe ik hem. Echt? Ja. Oh, dus oké. Okay. Gewoon met dezelfde materialen alles. En dezelfde print. Leuk. Ja, dit is mijn dierbare en lievelingskledingstuk. Even kijken. Op de boerderij draag je vaak hetzelfde. Hoe probeer je toch je eigen draai aan te geven en wat draag je eronder? Ja, wat ik eronder draag is meestal gewoon mijn normale kleren. Oké, dus of, ook gewoon zo'n broek? Ja, kijk, als ik... als ik zeg maar echt een lange periode op de boerderij zit en ik heb een afspraak of zo tussendoor, dan ga ik snel naar mijn afspraak, maar dan ben ik omgekleed. Oh, dan kom ik terug, ga ik gelijk weer aan het werk. Oh. Ik heb nooit zin om me weer om te kleden. Nee, oké. Maar als ik me echt in de ochtend, dan heb ik gewoon die boerderijkleding. Ja, dus een beetje een kloffie noem ik het maar even. Ja, gewoon zwerversout. Ja? Gewoon warm. Ja. Gewoon warm. En dan ga ik werken en dan ga ik weer douchen, ontbijten en alles, trainen. En kom ik terug en dan doe ik gewoon mijn normale kleren aan, zeg maar. Maar dan in de middag heb ik gewoon ook dit aan op de boerderij. Leuk. En ik heb dus ook altijd verschillende overalls aan. Oké. Groen, groen met rood, rood, blauw, grijs. Oh, dus je hebt verschillende kleuren? Ik heb verschillende kleuren. En wat is je lievelings dan? Mijn lievelings is die is laatst kapot gegaan. Maar die heb ik ook bewaard. Ja, voor de herinnering. Dat was mijn eerste overall die ik zelf heb gekocht. Oh. Die was groen met rood. Met rood lijntjes. Ja. Ik bewaar die roze als laatst. Oké. Wat zou je aantrekken naar de speeddates van Boer Zoekt Vrouw? En zou je daar überhaupt aan meedoen?
Ik weet niet of ik eraan zou meedoen, ik denk het niet. Waarom niet? Ja, ik weet. Kijk, boer zoekt vrouw is echt voor mensen die. Of voor boeren die het echt nodig hebben, weet je. Die je hebt het niet nodig. Ik heb het niet echt nodig. Ik ben een sociaal persoon. Ja. Kijk, die boeren die zitten de 24/7 op het bedrijf. Ja, dan die kunnen ook niks. Ze kunnen ook niks. Dus dan begrijp ik waarom. Dan is boer zoekt vrouw goed voor die persoon, ja, weet je wel. Maar voor mij, ja, kijk, ik woon nog hier in Amsterdam. Dus. Ja. Oh, ja, als het me ooit niet zou lukken, je weet maar nooit, dan je plan zet. Ja, ja. Maar wat zou je dan aandoen? Want dan heb je er 10 uitgezocht. Mm-hmm. En dan komen ze jou voor het eerst zien. Wat heb je dan aan? Ja, kijk, als ik grappen ga doen, dan doe ik zo'n olieshake dinges aan. Dan heb je 10 vrouwen, dat vind ik grappig. Ja, heb je dat? Ja, ik heb zo'n doek. Oh, dat zou ik wel heel graag eigenlijk willen zien. Heb je daar zin in? Ik moet het bezoeken. En dan vooral door het aantal vrouwen. Ja, gewoon dat zou ik gewoon echt doen als grap gewoon. Hoor. Ja. Ja, ik heb deze. Dit is echt zo'n schapenherders... Ja. Overal. Ja, ik vind die wel heel mooi. Ja, maar mooi, deze, als, in de winter, even deze voelen. Komt, daarom is hij ook al de kast aan. Oh ja. Dan ga ik de koeien mee halen in de ochtend. Nou, wat is dat nou leuk, zeg. Ja, het is warm, heb je gevoel? Ja, heel warm. Dik. Het is gewoon alsof je loopt met een... Een soort badjas, maar dan eigenlijk mooier. Ja. Oké, okay, maar die zou je niet naar de dates aandoen. Nee, die zou ik niet naar de dates. Dat is iets te casual. Ja, precies. Hoppakee. Hey. Of is dat... Ik heb zo'n blauw. Oh, mooi. Wat voor schoenen doe je daar dan bij? Ik zelf? Ja? Sneakers. Ja, maar vind je dat niet gewoon een leuke kledingstijl? Of is dat niet de bedoeling? Ja, ik met zou... Met sneakers. Ja, ik zou... Voor als dagelijkse outfit een keer, weet je wel? Of ja, is dat... meestal nu gebeurt het vooral op speciale gelegenheden op vrijdag. Ja. Als ik naar de moskee ga of iets, dan doe je die. Ja. Heel mooi. Weer, maar ik zou gewoon, denk ik, als ik serieus ging, ik denk dit groene pantalonnetje. Heel leuk, ja. En dan, ik denk toch wel met deze. Ja, mooi. En die schoenen, ik denk bruine schoenen. Oh ik ja. Bruine net schoenen ergens. Want bruin zit leuk, zit erin. Mm-hmm. Nou, leuk. Heb ik toch goed gekozen? Ja, perfect. Oké, okay, ja. Ik zei maar wat met die bruine schoenen. Ayoub, je bent ook naar Japan geweest. Ja. Wat is je leukste aankoop qua kleding? Ja, of iets anders? Die je daar hebt gedaan. Behalve die schoenen is het toch deze onesie. Met Charizard onesie. Kijk eens even. Met vleugels. Die is heel leuk. En een staart. My ass is on fire. En doe je die 's avonds aan? Ja. Oké. Okay. Als ik ga PlayStation of zo, dan. Hé, wat ik leuk thuis zeg. Ik heb PlayStation aan. En mijn kalf heeft zeg maar mijn headset ja, bij zich. Die kalf wil ik even filmen. Ja. Want kijk jongens, dit is toch net een Kees-achtig figuur. Ja. Heeft hij ook een naam? Oeh, iemand had hem ooit een naam gegeven, maar ik ben het eigenlijk vergeten. Oké. Okay. Maar ik noem hem gewoon Booster. Ja, dit is een van mijn duurste jassen. Oh, kijk, daar hou ik van. Het is helemaal wit. Oh. Komt uit Amerika. Wat mooi. Heb ik cadeau gekregen. Van wie dan? Van mijn neef, hij is producer. Deze heeft geproduceerd voor Chris Brown en Afrojack en weet ik veel wat. Dus hij kreeg op een gegeven moment heel veel geld. En toen heeft hij deze cadeau aan mij gedaan. Leuk zeg, heel mooi. Dit zijn de duurste schoenen die ik heb. Oh. Deze heb ik cadeau gekregen van Sneaker Legends. Ik had toen met Kadir van Lohuizen, dat is een bekende fotograaf. En hij mocht... Stier van Paulus of zoiets. In het Mauritshuis mocht hij een moderne jasje stoppen. Ja. En dus ik. En dat is dus een schilderij, hè? Ja, dat is het grootste schilderij in het Mauritshuis. Ja. En dus hebben we een foto gemaakt en alles tussen de koeien. En dat is nu de grootste foto in het Mauritshuis. En de koning kwam toen kijken. En ik had toen nieuwe schoenen nodig. En toen hebben hun mij voorzien van deze schoenen, zodat ik wat leuk. Fatsoenlijk de koning kon maar ontmoeten. Dan heb je dus de koning ontmoet, hè? Ja. Ik heb dat gezien, die foto. Dus hoe voel je dat nou? Dat lijkt me nou een droom om Willem-Alexander te zien. Ja, echt?
Ja, ik zou niet weten wat ik dan moet doen. Nou ja, heel normaal waarschijnlijk, maar... Ja, het was niet... ik had niet het gevoel of zo dat het te speciaal was of zo. Want dan kwam ik daar aan, ik zeg, hoe is het met u? En heeft u de foto gezien? Ja, en ik heb over je gelezen, zei hij dan. Ik zeg, mag ik met u de foto? Zeg, ja, tuurlijk. Zeg, mag ik u aanraken? Ja, tuurlijk. Knuffelen zo. Hé, wat leuk. Dus, ja. Is een goeie man. Is een aardige kerel. Ja, echt. Leuk. Want Ayoub, hoe fijn is het om jezelf in een spiegel te bekijken? Maar deze spiegel, die vind ik zo geweldig. Hoe kom je daaraan? Deze heb ik van een kringloop. Ja, het kon ook maar één plek zijn. Ja. Ik heb een kringloop hier om de hoek. En als mijn hond zeg maar hier bij me is, dan doe ik wandelen met die hond. Ja. En dan ga ik langs die kringloopwinkel, loop ik altijd even naar binnen en dan kijken wat er is. Heel of vaak heb je van die... ik heb vroeger heel veel pawnshop gekeken en zo. Ja. Dus dan vind je soms antieke dingen die heel veel geld waard kunnen zijn. Verkoop je het dan ook door als het echt veel geld waard is? Oh, natuurlijk. Oh! Ja, ik moet nog goede kopen, dus... Leuk. Nou, dit is toch Versace-stijl? Vind je niet? Ja, blijkbaar moet het Versace voorstellen. Ja, heel leuk. Even kijken, fashionstelling. Ja, wat zal dat nou zijn? Jij mag, Ayoub, zelf een fashionstelling bedenken. Dus waar mensen een mening over kunnen hebben, waar ze het mee eens of oneens zijn. Ja. En het mag over alles gaan. Maar het is leuk als het iets is wat echt bij jou past, bij jouw stijl. Op laarzen ben je veiliger dan als op sneakers. Oh, nou, ben je het daarmee eens of niet? Ja. Laat het weten in de reacties. En wat vind jij? Ja, dus. Ja. 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 Ayoub, dit rek is natuurlijk niet compleet zonder jouw naam erop. Okay. Dus zoek een plek, het maakt echt niet uit waar. En schrijf je naam erop. Oké, ik ga hem gewoon hier. Oh, je hebt al gelijk een plek. Ik denk nooit te lang na. Slim. Ik doe het gewoon. Een ingeving. Mm-hmm. En dan wil ik je heel erg bedanken dat je mee wilde doen. Ja, jij bedankt. Ik vond het wel gezellig. Nou, ik ook. Ik vond het heel erg leuk. Oh, ik heb het wel echt groot met koeienletters. Hey. Perfect passen dus. Heel leuk. In de beschrijving heb ik alles naar Boer Ayoub gezet. En zeg nog even, wat kunnen ze in ieder geval vinden op jouw YouTube-kanaal? Wat er ook bij is gekomen. Ik ben laatst in Japan geweest. En ik heb een hele mooie boerderij gefilmd of gevlogd. Ja. En in Japan zelf een beetje gevlogd. Dus die vlog komt binnenkort online. Dat wil je niet missen. Nee. Dus check dat allemaal even. Dan heb ik nog één vraag. Wie zou jij uitdagen om ook uit de kleren te gaan? Ja, ik denk gelijk aan een paar mensen. Oh, noem ze maar. Tajula, Shaq, Calvin en Najib Amhali. Oh, wat leuk zeg. Ja. Nou, bedankt voor de suggesties. En heel erg bedankt sowieso. Ja, tuurlijk. En jullie heel graag tot de volgende keer. En natuurlijk bedankt voor het kijken. Tjalaas! Later!